Goedenavond allemaal. Dit is de derde klaarstoomavond. We hebben twee sprekers, Suena en Fatima. En Fatima gaat een en ander vertellen over intentioneel. Ik vind dat heel erg bewonderenswaardig als groepen mensen samen besluiten om het heft in eigen handen te nemen. Om hun omstandigheden of de buurt of de leefomgeving een beetje aan te passen en actief te worden om ook het verschil te gaan maken. Ik heb heel lang in de politiek gezeten en heel vaak denken politici dat de wereld draait om ons, dat wij het allemaal doen. En ik moest heel vaak mijn collega's corrigeren om te zeggen, wij zijn maar heel tijdelijk. Hè? Uiteindelijk gaat het om de bewoners die in de straten en in de wijken wonen, die het verschil maken. Want iedereen heeft een mond vol over burgerparticipatie en bewonersparticipatie. En ja, de mensen moeten betrokken worden. Maar vaak als de overheid het heeft over bewonersparticipatie, dan is het meer, wij hebben een plannetje bedacht. Dat willen we graag aan u voorleggen. En dan moet u gewoon even ja of nee op zeggen. En daarna is het wel weer genoeg wat bewonersparticipatie betreft. Het is bijna alsof bewoners het instrument zijn van de overheid om maar goed te krijgen, gekeurd te krijgen wat we willen. Bewonersparticipatie, dat vinden we altijd hartstikke leuk, maar we vinden het vooral leuk als het uitkomt. Als het niet uitkomt, ik krijg van de lastige bewoners die gewoon woningbouw tegenhouden en het stoppen van de metro tegenhouden, van alles doen, is een beetje lastig. Totdat bewoners zich gaan organiseren. Dan wordt het opeens interessant. Zolang u allemaal als individuele bewoner in de straat actief bent en in uw eigen straatje aanveegt en met de buurvrouw een babbeltje maakt en af en toe naar vergaderingen komt, dan is het allemaal gewoon wat we normaal doen. Totdat bewoners zich gaan organiseren. Dan komt er ook een verantwoordelijkheid liggen bij de bewoners zelf. Want als je als bewonersgroep graag serieus genomen wilt worden en je wilt graag een partner zijn van de overheid, dan moet je ook snappen dat de overheid aan bepaalde maatregelen gebonden is, aan bepaalde richtlijnen gebonden is, aan een bepaalde manier van opereren. We noemen het vaak bureaucratie, als het ons tegen zit, die richtlijnen. Maar vaak is het ook gewoon gerechtvaardigde richtlijnen die ons ook beschermen. En volgens mij zit ik hier bij een groep bewoners, die niet meer losse bewoners zijn, die alleen maar af en toe iets doen in hun buurt en met tante Jetty in de buurt een bakje doen als ze alleen is, maar bewoners die zichzelf hebben georganiseerd omdat ze het verschil willen maken. Op het moment dat dat gebeurt, komen er ook een aantal andere verantwoordelijkheden bij kijken bij deze bewonersgroep. Zoals ik heb begrepen hoe jullie opereren, zijn het niet zomaar een bewonersgroep, maar een bewonersgroep die nogal wat reuring heeft veroorzaakt en kan veroorzaken. Die ook steeds meer de samenwerking met de overheid en met de lokale overheid, in dit geval het stadsdeel, krijgt. Het stadsdeel wat ook graag wil investeren in de bewonersgroepen. En zodra het gaat over investeren in materiële zin, komt er een nieuwe verantwoordelijkheid bij deze bewonersgroep terecht. En die is heel boeiend, want in de dynamiek waarin jullie opereren, ga je zien, het is net als je gewoon een eigen organisatie begint, je hebt een goed idee, totdat je zelf het idee hebt gelanceerd, was er niemand mee gekomen. Want op het moment dat jij het idee lanceert, komen er opeens allemaal mensen, ja, maar dat heb ik ook kunnen doen. Ja, maar dat heb ik ook zo vaak gezegd. Dus het eerste waar jullie als bewonersgroep mee te maken zullen hebben, is omdat als de aandacht groeit van de overheid, en aandacht betekent vaak middelen, bewoners, bestuurders die langskomen, ook aandacht, dat mensen naar jullie luisteren. Het eerste waar je mee te maken krijgt, is de omgeving. Mensen die nu niet actief zijn, die eigenlijk allemaal maar niks vonden dat jullie actief werden, die op een gegeven moment gaan denken, maar wacht eens even, er wordt opeens naast geluisterd. Eigenlijk moet het, maar waarom luisteren ze niet? Maar ze zeggen dan niet in eerste instantie, ik ga erbij, want ik wil ook naar mij geluisterd worden. Nee, het eerste wat gebeurt is dat ze gaan zeggen, ja, maar waarom wordt er niet naar mij geluisterd? Want ik woon hier al 60 jaar. En deze mensen komen met de wijk binnen. Ik zie allemaal mensen knikken. Ja. Zijn wij zelf hetzelfde meegemaakt, hè? Maar wie denkt ze wel dat ze eerst dat ze het moet vertellen? Ik heb het heel vaak meegemaakt in mijn leven. Totdat jij zelf het idee brengt, heeft niemand erover. En als je er zelf mee komt, dan komen opeens heel veel mensen die het succes willen meeclaimen. En dan niet meedenken, zeggen, hé, hoe kan ik nou een bijdrage leveren? Nee. Ze gaan de bijdrage die jij leeft in discussie stellen, want zij weten het allemaal beter en zij roepen het al 60 jaar en jullie hebben nooit iets gedaan. En, nou, en wat in dit soort wijken ook vaak speelt, ik zei het net tegen Mike in Zuidoost, maar ook in bijvoorbeeld wijken als Amsterdam-West en Nieuw-West, ook in Oost speelt de tijd. Ik ga het gewoon zeggen, ik ben niet van de taboes, dus ik zeg, is de wit-zwart discussie. Uh-huh. Hoezo gaat de witte man mij vertellen wat ik moet doen, terwijl ik hier al 50 jaar woon en mijn kinderen, mijn kleinkinderen, noem maar op. Hoezo?
Of het kan ook een Marokkaan zijn in Zuidoost. Hoezo gaat die mokker mij vertellen wat hier moet gebeuren in deze wijk als ik kom te kijken? In Amsterdam-West is het precies zo. Hoezo gaat deze witte vrouw mij vertellen? Gaat zij mij vertellen wat het is om Marokkaans? Letterlijk zo gaat dat. Dus dat eist nogal wat van jullie. Zeker als jullie als team gaan opereren als groep bewoners bij elkaar. Want het begint niet. Integriteitsschendingen en het aantasten van die mensen integriteit is heel makkelijk. Ik maak dan de levende lijven mee. De roddels en achterklap zijn de grootste veroorzakers van de grootste integriteitsaantasting die je mag in bedenken. Dus los van dat je zelf niets hebt gedaan, het feit dat mensen dat over je zeggen, zorg ervoor dat er een soort zweem om je heen hangt of als groep. En dat moet voorkomen worden. Maar uiteindelijk ben ik blij met die kracht van die bewoners. Ja. Want uiteindelijk, zoals ik al zei, zij maken de wijk, niet ik. Ja, ik woon er zelf toevallig ook, maar de meeste van de ambtenaren wonen er niet. Zij maken de buurt in de wijk. Maar het eist nogal wat. Het eist iets van mij als overheid, maar het eist iets ook van de bewoner die graag met mij samen die buurt wil maken. En daarom zitten we hier vanavond om met elkaar van gedachten te wisselen. Wat is dat dan, wat er van ons geëist wordt? En in groepen als deze, wat het allerbelangrijkste is in de relaties onderling, in de integriteit, is het over elkaar vertrouwen. Vertel hoe elkaar was als jullie bij elkaar zitten. Want dat iemand van buitenaf roept dat jullie allemaal boefjes zijn. Ja, ik weet niet, maar roep ze dat continu liggen. Ik heb nog geen stap van... Sorry? Ik heb nog geen stap los. Nee, ik hoop niet gelukkig. Jammer vindt de Telegraaf dat, maar toch geen stap los. Maar ondanks, dus als jullie met elkaar aan het opereren zijn, met elkaar aan het werken zijn, met elkaar verantwoordelijkheid gaan dragen, is het belangrijk dat jullie elkaar ook wel vertrouwen. Dan moet je huis op orde hebben. En wat is dat dan, je huis op orde? Mensen hebben het vaak over integriteit. Wat is voor jullie, wat is, als jullie het woord integriteit horen of een term, wat betekent dat voor jullie? Eerlijkheid, dat is waar ik meteen aan denk. Eerlijkheid. Ja. Handigheid, doorzichtigheid en verantwoording kunnen afleggen. Transparantie, verantwoordelijkheid dragen en kunnen verantwoorden inderdaad. Als je doet, ja. En nog meer? Wat anders iets? Commitment voelen. Commitment voelen. Betrokken blijven. Betrokken blijven naar elkaar, naar mensen van buiten. Blijven interacteren. Er zijn meerdere actoren, met zijn allen. En ik denk ook, heel praktisch. Zeggen wat je doet en doet wat je zegt. Ja. Integriteit kan je op een bepaalde manier aangetast worden. Integriteit kan aangetast worden door eigen handelen. Dat betekent, jij doet zelf iets wat niet eerlijk is. Jij doet niet wat je zegt dat je doet. Je bent zelf niet transparant. Je liegt. Dat is ook integriteitsaantasting. Maar ik dacht, dat kan ook aangetast worden door niet iets wat jij hebt gedaan, maar van buitenaf. Daarom zei ik dat het is van belang om, voordat je naar buiten toe kijkt als groep, ook elkaar eens goed in de ogen aan te kijken. Want het heeft heel erg te maken met hoe je ook met elkaar opbrengt of je elkaar vertrouwt. Want kijk, ik ga jullie vast iets vertellen. Het maakt niet uit hoe goed jullie met elkaar zijn. Het maakt niet uit hoe integer jullie zijn. Het maakt niet uit hoe transparant jullie zijn. Er zal altijd wel iemand zijn die zegt, ja, maar dat zijn ze niet. Want jullie hebben net niet gedaan wat ik wil. Dus ik ga lekker vertellen aan iedereen, en zeker in wijken als deze, deze mensen deugen niet. Mike deugt niet, jij deugt niet, zij deugt ook niet. Die deugt allemaal niet. En dat zeker in de tijd waarin we nu leven, met journalisten die een beetje doordraaien en social media, worden alle dingen toegewezen, toebeschreven aan jou die gewoon niet te bewijzen zijn, want je hebt geen domme dingen gedaan. Maar het feit dat iemand het roept, kan afdoen. En dan is het belangrijk, wie zijn mijn peers? Wie zijn de mensen met wie ik sta? En daarvoor hebben jullie gewoon goede afspraken met elkaar nodig. Om elkaar goed kunnen kennen. Goede afspraken over wie gaat waarover. Wie beslist waarover. Kijk, naarmate jullie steeds een belangrijkere club gaan worden, een organisatie gaan worden, moet je ook gewoon institutionele dingen gaan organiseren. Jullie moeten iemand hebben die verantwoordelijkheid draagt. Een voorzitter, iemand die het geld beheert. Iemand die de administratie bijhoudt. Jullie zullen een aantal zaken echt zelf moeten gaan organiseren om te voorkomen dat als iemand roept van buitenaf, ja, maar het mens deugt niet, dat als iemand gaat graven, dat klopt dat ik niet deug. Het allerbelangrijkste moet je huis op orde hebben. Zorg ervoor dat er niet één iemand alleen maar iets beslist. Zorg ervoor dat jullie een systeem hebben waarin meerdere mensen beslissen. Maar mijn advies is echt, het allerbelangrijkste voordat je naar het institutionaliseren gaat, is het vertrouwen in elkaar. Eigenlijk dat jullie zo'n soort brainstorm sessie met elkaar moeten doen, waarin jullie allemaal gelijk zijn. Dus niet één van jullie runt het, maar jullie zijn allemaal gelijk. En jullie gaan bouwen aan een stevige structuur van jullie samenwerking.
om een keer zo'n sessie met jullie te doen. Maar ik vind het van belang dat jullie weten, als jullie het echt met elkaar willen doen, moet je het met elkaar gaan doen. Dus jullie moeten echt met elkaar ook de grenzen, de dromen, de wensen, persoonlijk, als individu en als lid van de groep. Want op het moment dat iemand zijn persoonlijk drijfveer op tafel legt, dan voelt hij zich ook bevrijd. Dan hoeft hij ook niet het gevoel te hebben, ik moet een geheime agenda in mijn achterzak hebben. Die ik moet bewerkstelligen. En als je eigen agenda neerlegt, ik noem het altijd je kaart op tafel. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat aan het eind van het jaar zorg ik ervoor dat jouw ding geregeld is. En de volgende vraag die ik stelde, oké, dit is jouw persoonlijk ding. Maar wat is de bijdrage die je wilt leveren aan het werk van het team? Dus dit was je persoonlijke bijdrage, maar wat wordt de bijdrage aan het team? En daarom is het zo van belang in groepen waarin jullie dit soort verantwoordelijkheden gaan dragen, dat je elkaar goed kent, dat je elkaars motieven kent, dat je elkaars belangen kent. Want dan snap je van waaruit iemand handelt op het moment dat er druk op staat. De meeste van deze groepen gaan kapot op het moment dat er geld komt, verantwoordelijkheden komt en druk komt om te presteren. Dan ga je opeens twijfelen aan haar. Terwijl je elke dag naast zit en een bakje koffie met haar drinkt. En echt wel gelooft dat ze goed is in de werk. Maar omdat ze even kort af is. En iemand hoeft maar iets te zeggen. Ja, ze was naar tegen me. En jij gaat twijfelen aan haar integriteit. En dan gaan stukken kapot. Groepen kapot. Dat gesprek vergeten mensen vaak. Mensen gaan vaak samenwerken. Gaan ze meteen op de inhoud. Notitie, kunnen we afspraken maken? Wat gaan we dan doen? Maar ze vergeten dat de menselijke component datgene is wat altijd... Een samenwerking of een actie of een groep breekt. Bouwen met elkaar betekent dat je ook iets van jezelf bloot moet leggen. Als je het niet bereid bent om dat te doen, dan zit je niet op de juiste plek. Ik bijvoorbeeld als professional en bewoner ja. betrokken ben dit, bij dit geheel. Ja. En vanuit mijn professionele inzichten en kennis en management consultancy ervaring en advies bepaalde dingen meegeef. Ja. Hè? En sommige dingen doe ik gratis en sommige dingen zijn niet meer gratis op een bepaald moment. Tuurlijk. En daar vind ik zelf, nou, komt er een bepaald punt van, wanneer ben ik... Nee, maar daar moet je duidelijk over zijn. Ja, 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 maar daar ben ik ook. Alleen, het moet op een gegeven moment voor iedereen duidelijk zijn. Ja. En ik ben constant bezig, net zoals jij in dat eerste hokje staat, wie ben ik, wat wil ik, waar ben ik en wat zijn mijn grenzen en hoe sta ik erin. En ik begrijp ook donders goed dat ik dan vanuit die adviserende rol die ik heb en mezelf zie ook daarin als professional, dat ik niet een bestuurder ben. Dat zal ik ook niet worden. Nee. Maar er zullen wel kernkwaliteiten zijn van mensen die in het bestuur zullen gaan zitten waar ik misschien wel een adviserende rol in heb. Van, dat zijn de mensen die met zo'n profiel, dan zal het waarschijnlijk wel gaan werken. En dan, wie ben ik, wie zijn wij en wat willen we gaan doen? Als je me iets vraagt iets te doen en het voelt niet goed, dan zeg ik het je gewoon eerlijk. En ik wil gewoon met je kunnen delen wat ik als observatie zie. Als iets niet goed voelt, dan betekent dat het waarschijnlijk niet goed is. Benoem het in ieder geval. Want er kunnen twee dingen gebeuren. Of het blijkt echt niet goed te zijn, als je het benoemt. Of twee, het wordt opeens duidelijker waarom het lijkt alsof het niet goed is. Ik stel voor dat jullie dat allemaal doen. Dat jullie allemaal zo sterk in je intuïtie, je gevoel zitten. Maar nu moet ik iets zeggen. Hoe sterk jullie als groep gaan worden? Denk je dat elk geroddel van buitenaf jullie nog kan raken?